Ja, hallo. Dit is onze prachtige studio van Op 1. En hoe anders was het een jaar geleden toen wij met ons Op 1-avontuur begonnen. Het zat hier volgeladen met publiek. Aan tafel vaak wel, nou, 8 gasten, hè, Charles? En zij aan zij. Vlak naast elkaar, knie aan knie, ja. Zeggen we wel eens. Wij gaven altijd seintjes met knietjes onder tafel. Maar ja, dat kan niet meer sinds corona. Want ook wij hebben sindsdien, en Charles, wij waren de allereerste aflevering zonder publiek. Ja. Hebben de publiek, eerst het publiek eruit, toen de gasten minder aan tafel, verder uit elkaar. En nou, dat wordt steeds strenger wat dat betreft. Ja. En we krijgen daar wel eens vragen over, want soms is het lastig op beeld te zien. Hebben ze nou genoeg afstand? Natuurlijk doen we dat. Kijk, tussen de gasten houden wij sowieso onderling 1,5 meter, minimaal. Maar ook ten opzichte van ons zitten de gasten op 1,5 meter. En ja, wij dus ook, hè, Charles? Het is ongezellig, maar waar. Ja. Dus uiteraard houden wij daar rekening mee. Als u kijkt naar iedereen die hier in de studio werkt, ze dragen allemaal een mondkapje. En op die manier willen wij ervoor zorgen dat mensen niet alleen hier veilig in de studio kunnen werken, maar ook dat de gasten aan tafel veilig bij ons hun verhaal kunnen doen. Mocht het nou zo zijn dat de regels aangescherpt worden, zullen wij daar uiteraard ook rekening mee houden. En nog verder uit elkaar, Carrie. Regels aanscherpen. Oh. Wellicht nog verder uit elkaar. Of alleen. Nee, dat gaan we niet doen. Dus wij houden rekening met de coronamaatregelen.